En toen zijn jullie of een paar jaar daarna, 1978, zijn jullie uit elkaar gegaan. Ja. Hoezo? Want jullie waren nog wel succesvol. Jawel. Maar wij waren ook een beetje blasé geworden natuurlijk van het succes. We kregen heel veel geld platen vandaan en ik weet nog wel dat een van die jongens zei, nou stuur die maar over de post, weet je. Moesten we daar weer naartoe. En ik was ook ik was gewoon erg moe. Nu zou je waarschijnlijk een sabbatical year nemen, maar dat was in die tijd nog niet bekend. Dus ik voel me een beetje uitgekrepen en je had het voorgaan in het interview over druk. En de druk was erg groot. Ik had natuurlijk een hit geschreven als Paloma Blanca. En iedereen verwachtte eigenlijk dat je daar nog wel een keer overheen zou gaan. Ja, en dat ligt natuurlijk niet klaar. Speciaal niet voor een band uit Nederland. Want het is toch moeilijk genoeg om een hit in het buitenland te maken. En toen maakten wij dus Morning Sky, wat een hele grote hit werd in Duitsland en Nederland. Allebei nummer 1. Maar de rest van de wereld eigenlijk niet zoveel deed. Begrijp je ook waarom? Ja, natuurlijk wel. Het was gewoon een minder liedje als Paloma Blanca. Het was niet zo origineel. Het was een beetje geënt op Paloma Blanca. Met een iets andere sound. Maar ik begreep dus waarom dat niet zo groot werd. Maar ik begreep ook, dat lukt niet altijd. Als je daar een formule voor had, ja, dan schreef alleen maar nummer 1 is die over de hele wereld nummer 1 werd. En natuurlijk zo, een Nederlandse artiest, die wordt natuurlijk nooit qua management zo gesteund als bijvoorbeeld een Amerikaanse artiest of een Engelse artiest. Dus de voorbeelden zijn legio. Ik heb met de Iering 1 of 2 hits gehad en dan is het ook weer afgelopen in het buitenland. Dus dat was gewoon heel moeilijk. En ja, dan inspireert het ook niet meer bij zo'n platenmaatschappij. Want die verwachten iets waar je gewoon niet aan kan voldoen op dat moment. Omdat je dat niet zelf in de hand hebt. En ook de band. Ja, je liep ook een beetje tegen de beperkingen aan van de muzikanten gewoon. Het waren goede muzikanten, maar geen sterren. En dat had ik ook nooit gezocht. Ik had altijd gedacht, ja oké, als ze mijn liedjes maar goed kunnen spelen, dan is het geen probleem. Maar toch, op een zeker moment, ja, ligt er een bepaalde grens. En daar kom je dan niet meer overheen. De ontwikkeling is er dan uit gewoon. En toen ben ik eigenlijk in 1978 besloten om gewoon rigoureus mee op te houden. Omdat ik ook dacht, ja, ik kan nog 1 jaar 5 doorgaan en zo, maar dan ben ik echt uitgeknepen. Dan schrijf ik dus nooit 1 liedje meer. En dat wilde ik niet. Ik wil ook wel eens een keer vrij zijn, want ja, in 10 jaar heb ik me wat gewerkt. Weinig vakantie, liedjes schrijven, tournees, optredens, studiosessies, noem maar op. Dus je bent een beetje uitgebrand. En ja, en de looptijd van een band schijnt ongeveer 10 jaar te zijn, dat klopt ook wel. Dus. Ja, toen heb je solo bij je. Ja, ik ben eerst verhuisd in Spanje. Ja, klopt. Om maar eens te beginnen. Ja. En daar heb ik 7 jaar gewoond en dan heb ik het soloplaten gemaakt. De een succesvoller als de andere. Maar waar heb je gewoond in Spanje? In de buurt van Altea. Altea ligt in Costa Blanca. Okay. Dus ik woonde heel prettig. Het eerste jaar was heel leuk. Ja, dan is alles nieuw. Dan doe je eigenlijk voor je geen bal uit. Een beetje zwemmen, een beetje tennis, een beetje hardlopen. Een beetje gezond worden ook weer, weet je wel. Ja. Maar na 7 jaar Spanje begon het me eigenlijk dan wel een beetje de keel aan te hangen. Het was een heel beperkte wereld. Het leefde daar in een soort luxe ghetto. Het was allemaal buitenlanders en wat op zich natuurlijk heel erg leuk lijkt. En dat is het ook, maar niet langer dan 1 jaar of 7, want dan heb je het gezien. Ja. Dus ben ik weer teruggegaan naar Holland. En ik had in 1983 had ik alweer een selection geformeerd. En we hadden een paar kleine hitjes gehad, onder andere Remember Dancing en een nummer dat heette The Wind. Dus ik kwam terug en toen kwam ik in contact met Willem van Kooten. En ik had een paar liedjes geschreven. En van één daarvan was hij bijzonder gecharmeerd, het liedje uit Santa Lucia by Night. Okay. En dat werd dus inderdaad een hele grote hit, niet alleen hier, maar ook in Duitsland. En ja, toen begon eigenlijk de bal weer een beetje te rollen. Was je daar blij mee? Dat ja, begon te rollen? Tuurlijk. Ja? Toen had ik weer zoveel energie, zoveel power om te zeggen, nou oké, ik wil dit wel weer een paar jaar zo lekker met een band op pad gaan. Heb ik toen gedaan tot 1989. En
toen was koek op, want ja, de tijd veranderde. Er was ook minder employ voor een band. Alle zalen waren een beetje veranderd in discotheken en dat soort dingen. En ja, je liep ook weer tegen dezelfde beperking aan van je muzikanten natuurlijk. Dus toen dacht ik, ja, ik ben nu, ik geloof dat ik 45 was of zo in die tijd. Of 44, ik weet niet eens meer. Maar ik dacht, nou, ik heb nu mijn bandtijd wel gehad. Ik bedoel, ik vind het nu eigenlijk wel leuk geweest. Dus toen zijn we ermee gestopt. En dat was eigenlijk het einde van de George Baker Solution. Dus. Ja, want we hebben nog 3-4 jaar heb je nog solo. Nee, ik heb alleen maar gewerkt solo. Dus. Nee, begrijp ik. Maar ik bedoel dat je op een gegeven moment singles en plaat hebt uitgebracht. Je hebt tot 92 heb je toch nog gewoon veel uitgebracht. Ja, ja. En in de jaren 90 niet zoveel solo. Ik heb tot 596 heb ik platen gemaakt. Dus. Maar dat waren niet echt wilde successen gewoon. Maar waarom? Omdat je de tijd niet mee had? Of kun je ook niet meer. Nou, ik heb de tijd niet mee gewoon. Ik bedoel, er was duidelijk wat anders in de mode. En er kwam ook bij, ik bedoel, een heel groot gedeelte van de markt die dan vroeger had. Die had BZN overgenomen. Die maakten een soort, in die tijd, een soort gelijke muziek wat wij deden. Die hebben eigenlijk de fakkel gewoon overgenomen. En dat zie je altijd gebeuren. Toen de Cats stopte, ja, toen kregen wij de kans om de number one band van Nederland te worden. En toen wij stopten, toen kregen zij de kans. Dus, ja, in die tijd rommelde ik qua platen een beetje in de marge gewoon. Maar ik had altijd wel veel optredens. Ik trad veel op in Duitsland. En ook in Nederland. Maar vond je dat erg dat het op een gegeven moment het succes qua platen wat minder werd? Nou, ik begreep het. Het is prima. Kijk, als je het niet begrijpt, dan ga je ontzettend in de put zitten. Maar ik begrijp ook waarom. Dus ik vond het niet zo erg, want ik dacht bij mezelf, ja, ik kan hier nog gaan zitten kniezen. Maar als ik terugkijk, heb ik zo enorm veel succes gehad met mijn liedjes en met optredens en noem maar op. Ik mag niet mopperen. Ja. En veel mensen, veel artiesten dromen daarvan. Dat heb ik altijd voorgehouden. Dus ik zat echt niet van, nu ben ik verbitterd omdat ik geen hits meer maak. Ja, dat zou kunnen. En ik begon ook een beetje de relativiteit van de hit in te zien gewoon. Ik bedoel, het klinkt misschien een beetje raar, maar ja, zo gaat dat gewoon als je wat ouder wordt. Dan denk ik, ja, een hit is leuk, maar is ook niet alles. Er zijn andere dingen in de wereld die ook belangrijk zijn. En ik begon dus meer te specialiseren, ja, eigenlijk in mijn optredens gewoon. Ik bedoel, dat langzamerhand ging het zwaartepunt verleggen van platen naar optredens. En toen heb ik eigenlijk pas ook het vak van solo-artiest goed geleerd. Kijk, in een band kun je nog een beetje verschuilen, maar als je alleen op het podium staat, ja, dan moet je het alleen doen. Dus ja, ik ben er overal geweest. Ik ben uit Duitsland, in het Oostblok. In het Oostblok stond je in shows, ja, met goochelaars en dansende beren en noem maar op. En dat soort dingen. En in de echt dacht je wel eens, ja, Jezus, wat doe je in godsnaam? Nee. Maar je leert wel heel veel. Je leert heel veel gewoon van dat soort optredens.